Ondanks de berichten uit Utrecht trekken tientallen Nijmeegse studenten toch naar de Domstad om te protesteren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Die veiligheidsreden door de autoriteiten in het driehoek in Utrecht is doorgegeven, dat er nooit transparantie over geweest of daadwerkelijk gebaseerd op feitelijke informatie. En verder in het nieuws vandaag. Ernstige dreiging tegen scholen in Nijmegen en Wijchen. En TikTokkers rijden op grasmaaier van Groningen naar Maastricht. Nijmeegse studenten vertrekken alsnog naar Utrecht voor een demonstratie tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft gistermiddag de organisatie verzocht het protest af te lassen en daar is gehoor aan gegeven. Maar lokale studentenvakbonden verzamelden alsnog voor een protest, waaronder de Nijmeegse Accu. Tientallen studenten vertrekken alsnog naar Utrecht om hun stem te laten horen. Nou, wij schrokken natuurlijk heel erg van het nieuws toen het afgelast werd. We waren gewoon protestborden aan het maken. We hebben wekenlang, misschien al maandenlang gemobiliseerd voor dit protest. Dus toen wij het nieuws kregen was er vooral veel woede bij de studenten. Wij accepteren deze repressie niet. Want volgens de Accu is er geen feitelijke basis voor het aflossen van het protest. De burgemeester, politie en het OM hebben concrete informatie van buiten de stad ontvangen, waaruit blijkt dat er een pro-Palestina-organisatie voornemens is de demonstratie te kapen. De organisatie heeft het advies om het protest niet door te laten gaan overgenomen. Die veiligheidsreden door de autoriteiten in het driehoek in Utrecht is doorgegeven, dat er nooit transparantie over geweest of daadwerkelijk gebaseerd op feitelijke informatie. Dus wij vinden het heel kwalijk en we zien het duidelijk als een middel dat gebruikt wordt, die onderdrukking van de Palestina-beweging om de bredere studentenbeweging te onderdrukken. Toch is er rekening gehouden met de veiligheid van alle studenten. De politie faciliteert de protest en de Accu heeft studenten geïnformeerd over hun rechten als demonstranten. We hadden er wel vertrouwen in dat wij het nog steeds konden faciliteren. We hebben de steun van meerdere studentenvakbonden van de landelijke studentenvakbond. We hebben net te horen gekregen dat de demonstratie in principe ook niet verboden wordt. Met protestborden stappen ze de trein in met een duidelijke boodschap. Die bezuiniging van 1 miljard op het hoger onderwijs en die langstudieboete, die raakt studenten gewoon heel erg hard. En studenten hebben het al moeilijk, onze basisbus gaat omlaag. Meestal moeten we werken voor een minimumloon vaak. Dus het is gewoon heel belangrijk om ons recht op betaalbaar en toegankelijk onderwijs op te eisen. Op sociale media circuleren berichten gericht aan Nijmeegse scholen met daarin een bedreigende inhoud. Daarbij wordt een foto van een wapen getoond. Morgen is Nijmegen aan de beurt, is de tekst die op een post op sociale media te zien is. Er wordt ook een foto getoond met daarop een handwapen en de tekst morgen aan de beurt pro-college. De politie doet onderzoek naar de berichten. Ze vragen om de berichten niet verder te verspreiden. Het versturen van dit soort dreigementen is strafbaar. De situatie op de scholen is volgens de politie veilig. En in overleg met de schoolbesturen zijn de scholen vandaag gewoon open geweest. En gingen de onderwijsactiviteiten door zoals gepland. De komst van Alexandra van Huffelen als nieuwe bestuursvoorzitter van de Radboud Universiteit in Nijmegen leidt tot veel kritiek op sociale media. Maar ook onder hoogleraren. Van Huffelen was in de 2 vorige kabinetten staatssecretaris van Koninklijke Relaties en Digitalisering voor D66. Woensdag werd ze verkozen tot voorzitter van die partij. Dat gaat ze combineren met haar baan als baas van de Nijmeegse Universiteit. De Raad van Toezicht is juist verheugd om haar te benoemen. Ze is volgens hen een ervaren bestuurder met een sterk netwerk dat goed past bij de universiteit. De gemeente Beuningen doet via sociale media een oproep aan kinderen. Zij worden uitgedaagd om cyberagent te worden. Burgemeester Daphne Bergman bleek namelijk gehackt te zijn. Oké, nou dat verslag is afgerond. Nou, ik ben gehackt. Ja, ik ben gehackt. En om dit nogmaals te voorkomen, hebben de wijkagenten opgeroepen dat cyberagenten ze moeten komen helpen door het spelen van een speciale game. Voor jongeren tussen de 8 en 12 jaar, waarbij ze de gevaren van het internet leren ontdekken en zich op die manier kunnen wapenen tegen die gevaren. Want volgens wijkagent Ricky Godevrooy wordt er toename gezien in de strafbare feiten met een digitaal component. En dan kun je denken aan cyberpesten, sexting, bankpasfraude, helpdeskfraude.
En vanuit die rol heeft de politie gezegd dat wij daar ook echt actief iets mee moeten gaan doen. En is onder andere dit project in leven geroepen. Zodat de jongeren van 8 tot 12 jaar zich kunnen wapenen tegen de gevaren van internet en het herkennen. En om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, heeft ook de gemeente Beuningen bewust gekozen om dit te doen via een kanaal waar juist jongeren actief op zijn. Want ik denk, jij wil jongeren bereiken, dan doe je dat dus niet met een brief, hè, in de brievenbus. Ja, dan moet je ook een modern medium gebruiken. Dan zeg je, ja, dan werkt het filmpje het beste, maar ook heel belangrijk het spel. Want juist door het te doen leer je niet alleen maar naar een filmpje kijken, maar juist door het spel te spelen leer je echt wat de gevaren van internet zijn. Dus zo hebben we dat met eigenlijk een hele groep mensen aangepakt. En we hopen natuurlijk dat heel veel kinderen het gaan spelen. Want ja, er is zoveel aanbod. Hè? Dus we hopen dat veel Beuningse jongeren hier aan mee gaan doen. Even kunnen genieten van de buitenlucht is voor de meeste mensen een gewoonte. Maar voor patiënten is dit niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen geld opgehaald om een toegankelijk paviljoen te maken voor patiënten die niet zomaar naar buiten kunnen. Met de hulp van de burgemeester van gemeente Nijmegen werd het paviljoen vandaag geopend. CWZ heeft een paviljoen geopend voor zieke mensen die toe zijn aan wat frisse lucht. Met verschillende sponsoren is het uiteindelijk mogelijk geworden om dit plan uit te werken. De burgemeester kwam langs om het nieuwe paviljoen te openen. Annemiek heeft het plan bedacht en daar hebben we samen over nagedacht op de IC van hoe we dat vorm zouden willen geven. En vervolgens hebben we na gaan denken over als er dan geen geld is, hoe gaan we het dan financieren? En daarvoor moesten we de boer op en moesten we gaan praten met verschillende instanties en partijen in het ziekenhuis die ons daarbij konden helpen. En zo hebben we uiteindelijk in relatief korte tijd toch al het geld bij elkaar gekregen om dit te realiseren. Dus wat wij op hebben gelet is dat het vooral heel toegankelijk moet zijn voor grote materialen. Dus grote bedden met beademingsapparatuur eraan. Er gaan vaak meerdere zorgmedewerkers mee, verpleegkundigen en artsen, om een patiënt te begeleiden. Ja, die moeten wel allemaal plek hebben om hun werk te kunnen doen, ook in een moment dat mensen even buiten kunnen ervaren. Nou, we weten inmiddels ook uit heel veel ervaringen, ook echt onderzoek, dat het helpt bij het beter worden. En als dat helaas er niet in zit, omdat je bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek bent, zorgt in ieder geval voor veel meer kwaliteit van leven. Omdat de toegankelijkheid hierbij een prioriteit heeft, kunnen de cliënten vanaf nu vanuit het bed genieten van de buitenlucht. Eigenlijk het moment dat ze de wind weer een keer in hun haren voelden of de zon weer een keer op hun snoet, dat een moment was waarin ze zich weer beseften, oh ja, ik leef. En dat is denk ik iets wat wij als zorgmedewerkers en professionals heel erg moeten aanmoedigen bij mensen, dat ze weer gaan leven. Ik ben heel benieuwd als we de eerste patiënt hier naar binnen zien gaan, wat dat doet. En wat wij vaak zeggen, als je alweer ergens een sprankeltje of een glimlachje op een gezicht ziet, dan ben ik als zorgmedewerker al heel erg blij en gelukkig. Sterktechniek Onderwijs viert vandaag zijn 5-jarig jubileum. Sleutelen aan de motor van een vrachtwagen, een kart in elkaar zetten en de wereld door een VR-bril ontdekken. De komende dagen krijgen leerlingen in het Rijk van Nijmegen de kans om techniek op een unieke manier te ervaren. Tijdens de expositie in Museumpark Orientalis. Omdat er een groot tekort is aan mensen in de techniek, hebben het onderwijs en het bedrijfsleven in het Rijk van Nijmegen hun handen ineen geslagen. En dit met als doel om zoveel mogelijk leerlingen van basisscholen en middelbare scholen enthousiast te maken voor techniek en technologie. Techniek en technologie is overal om je heen, in alle bedrijven eigenlijk nodig. En heel veel leerlingen weten niet hoe breed en hoe mooi het vak kan zijn. En we proberen met onze programma's te laten zien hoe divers het techniek en technologie aanbod is. En in samenwerking met de bedrijven dus ook om te laten zien welke mooie bedrijven in de regio er allemaal zijn waar leerlingen later zouden kunnen werken. En volgens wethouder Erik Weijers van de gemeente Bergendal is het maar al te belangrijk dat de kinderen dit gaan ervaren. Nou, techniek is toch een beetje voor heel veel kinderen ver van mijn bed show. Hè? Ik bedoel, we hebben voor alles, als er een lamp aangesloten moet worden of er moet een kabeltje gelegd worden, daar hebben we mensen voor, hebben we bedrijven voor. Dus daar komen kinderen niet zo gauw in aanraking mee, hoe dat is om dat zelf te doen. En ze hebben vandaag hier geprobeerd om zoveel verschillende activiteiten binnen te halen, zodat de kinderen heel veel dingen kunnen doen. He, dat is eigenlijk wel het leukste. He, de kinderen kunnen echt hier zelf aan de slag. En dat hebben deze leerlingen al gedaan. Maar je kan karts bouwen en die zijn elektrisch en moeten dan in elkaar schroeven en dan mag je daarna mee rijden.
En er is Lego, dan moet je met Lego techniek, dat is dan de, dan moet je met moertjes, bouwtjes, moet je allemaal in elkaar zetten. Ik heb net ook met de VR-bril gedaan en dan zie je ook wel een hele andere wereld, zeg maar, met techniek. Maar willen de kinderen later ook iets met techniek gaan doen? Ja, ik zou later ook wel iets met de techniek willen doen. Alleen dan met hout, ja. Ja, sowieso iets met mijn handen. Denk of in de bouw of een beetje van boer of zoiets. Ik zou wel kapster willen worden. Ik wil wel een sportleraar of een fysiotherapeut, want ik hou zelf ook heel veel van sport, dus daarom. Nou, bij een loonwerker. Maar ja, gewoon op tractors rijden en suikerbiet rooien. Maar als loonwerker moet je natuurlijk ook een beetje goed zijn in techniek. Ja, dan moet je dingen oplossen en dan moet je ook berekenen hoe lang een hectare en dat weiland is en dat. Het is november. En voor veel mannen betekent dat dat ze een maand lang hun snor laten staan. Om aandacht te vragen voor teelbalkanker. Jesper en Herre, twee TikTokkers uit Groningen, vragen deze aandacht op net even een andere manier. Namelijk met een zitmaaier. En wat ze daarmee doen? Ja, van Groningen naar Maastricht rijden met dit ding, want we dachten dat moet kunnen toch op een grasmaaier. De heren zijn al een paar dagen op pad als ze de nacht van donderdag in Nijmegen doorbrengen. Op dat moment hebben ze al een flinke reis achter de rug met veel ups en downs. Die guy zei nou nee, niet erin gaan zitten, dat houdt hij niet. Ja. Toch gaan ze door, want het is tenslotte voor het goede doel. We doen dit voor Movember. Dat is een organisatie die zet zich in voor mannelijke mentale gezondheid en teelbalkanker. En we hebben er een hele grote snor voor op, want in Movember laat je je snor staan. Dus jullie ook? Ja, we doen een poging, maar je ziet het gebrek aan testosteron. Het is niet best. Kijk, met onze snor gaan we geen aandacht trekken. Dus dachten we, hoe kunnen we dan aandacht trekken? Ja, eigenlijk met het meest bizarre voertuig wat we kunnen verzinnen. En we dachten, een zitmaaier. Voor mij is daar nog nooit iemand mee heel Nederland gereden. Want we denken wel dat aandacht heel belangrijk is voor dit onderwerp. Want hoe meer mensen hun ballen checken en hun vrienden vragen hoe het met ze gaat, er kunnen levens mee worden gered, jongens. Dus vandaar. Jesper is nu al 10 minuten op de tankstation wc. Dat kan niks goeds betekenen. Hij heeft of een diarreeaanval, of er wordt gefapt. Of hij is zijn bal even aan het checken op teelbalkanker. Want ja, jongens, dat is heel belangrijk. Het komt misschien wat plat over, maar de boodschap is uiterst serieus. Wij hebben natuurlijk best een bereik op social media. En normaal gebruiken we het bereik gewoon alleen voor hele flauwe grappen en domme avonturen. En nu gebruiken we het voor flauwe grappen, domme avonturen en een beetje bewustwording. Wat het mooie is aan dit goede doel is dat je natuurlijk geld kan doneren. Maar je kan ook gewoon even je hand in je broek stouwen en gewoon even je ballen checken. En dat kan misschien al een leven redden. En hoe gaan jullie toch tot nu toe? Wisselvallig. We hebben al wel een klapband gehad, twee al. Maar we zijn wel al in Nijmegen. We zijn nog ver, we zijn al ver over de helft. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. En dan moet toch echt weer de vlam in de pijp, op naar het zuiden. Morgenochtend is het bewolkt en op een lokale spat motregen in vooral Zuid-Nederland na, is het droog. Halverwege de ochtend is het 8 tot 10 graden bij een zwakke wind uit het westen of zuidwesten. Morgenmiddag blijft het bewolkt en hier en daar kan er een beetje regen vallen. Maar vaker is het droog. Het wordt daarbij zo'n 12 graden. Zaterdag is het grotendeels droog. Met veel wolken en mogelijk soms wat zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag volgt overal regen. Zondag bestaat het weerbeeld uit veel wolken, een aantal buien en hooguit af en toe zon. Tussen de buien door wordt het 9 of 10 graden. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 14 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!